Wat je ziet hier is op de Webwinkel Vakdagen is dat er ontzettend veel partijen zijn. Van e-commerce platformen, payments, online marketing, communicatielagen, e-pass oplossingen. Eigenlijk van alles en nog wat. En we zijn een tech agency. En we zitten in Amersfoort. 70 man, 7 ontwikkelteams. En we staan hier op de Webwinkel Vakdagen omdat we ontzettend veel met e-commerce te maken hebben de laatste tijd. De kracht van Enrise is dat we ons proberen om hier vooral neer te zetten als een partij die iedereen kan helpen wegwijs te maken in het grote kiphok wat hier toch wel is. Een van de gesprekken die we met bezoekers hier hebben is eigenlijk, hoe bepaal je welk e-commerce platform het best bij je past en welke keuzes maak je daarin? Wat je ziet is dat er toch wel heel veel mensen bezig zijn met replatforming. Wat erbij opvalt is dat ze toch gewoon een platform hebben wat oud is. Iets wat al een paar jaar staat en dat is dan oud in e-commerce land. En wanneer heb je een PIM nodig? Wanneer ga je naar een OMS? Wanneer ga je naar warehouse management? De techniek is zeker belangrijk, maar het gaat met name dat de techniek jou in staat stelt om jouw business te runnen. Ze willen graag kijken wat voor nieuwe oplossingen zijn er. Dus ze zijn niet direct op zoek naar morgen gaan replatformen, maar wel aan het oriënteren. Van wat is er allemaal? Moet ik wel gaan replatformen of kan ik wat ik nu heb staan, kan ik dat gewoon nog in leven houden? Ja, waar ze voornamelijk 's nachts wakker van liggen is, hoe kunnen ze de orders verwerken die ze op dit moment hebben? Het programma waar ze eigenlijk mee zijn gestart is dan te klein. Het pakket wat ze hebben, dat wordt een beetje te krap. En wat je ook ziet is snelheid. Ze willen natuurlijk meer draaien, alleen hun platform kan het niet aan. Dat zijn vraagstukken waar ik vandaag een aantal mensen over heb gesproken. Die toch wel heel erg spelen met, wat moet ik nou? Ik zit een beetje vast. En help me met het maken van de juiste keuzes. Nou ja, wat wij voor ze kunnen doen is met hun samen onderzoeken naar het beste platform die bij hen past. Dat is één. En wij kunnen natuurlijk ook voor capaciteit leveren. We beginnen met name met goed onderzoek doen. Dus weten wat je wil, waar je naartoe wil en ook voornamelijk wat je niet wil.